Ik wil graag oefeningen met u doornemen voor de duim. De duim die heeft drie gewrichtjes. Het eerste gewrichtje, dat is dit gewrichtje, het tweede gewrichtje en het derde gewrichtje. Dat is de basis van de duim eigenlijk. Dat is in het gedeelte van de middenhand. En dit is van de duim zelf. Verschillende oefeningen mogelijk, houdingsoefeningen, losmaakoefeningen, peesgelijkoefeningen, rekoefeningen en kracht- en stabiliteitsoefeningen. Deze ga ik met u doornemen. Het eerste blokje is dus een houdingsoefening. Dat is de neutrale positie van de duim. En die kan je bereiken door een O te maken met de duim en de wijsvinger. En dan staat de duim in het basisgewicht in lichte buiging en naar voren. En in het eindgewichtje staat hij ook in lichte buiging. Dus dit is de neutrale positie van de duim. Volgende blokje oefeningen zijn losmaakoefeningen. Eerst is een vuist maken en het strekken van de vingers. Dus vuist maken, buigen van de duim en het strekken van de duim. Duim links omdraaien en rechts omdraaien. En dat gebeurt in het basisgewricht. Links omdraaien en rechts omdraaien. Duim buigen door het voor de hand, handpalm langs te bewegen en strekken. Buigen en strekken. Buigen en strekken. Lokaal bewegen in één gewrichtje en dat doe je door met de andere hand te fixeren onder het te oefenen gewrichtje. Dus je fixeert hier en je buigt in het eerste gewrichtje van de duim. Buigen en strekken. Buigen en strekken. Tweede gewrichtje, buigen en strekken. Buigen en strekken. Buigen en strekken. En in het basisgewricht, buigen en strekken. Buigen en strekken. Pinkmuis op de tafel en dan van de hand afbewegen en terug. Van de hand afbewegen en terug. Volgende blokje oefeningen zijn peesgelijoefeningen. De eerste oefening is hand plat op tafel leggen en duim heffen van de tafel. En dan is het de oefening voor de strekpees van de duim. En terug. Optillen van de tafel. En terug. Optillen en terug. Optillen en terug. Volgende is pinkmuis op tafel. Duim van de handpalm afbewegen. En daarna buigen en voor de handpalm langs bewegen. Strekken en buigen. Strekken en buigen. Strekken en buigen. Elleboog op tafel, hand los van de tafel, vingers en duim gestrekt. En dan de hand zijwaarts bewegen naar de pinkzijde en terug. En de duim gewoon ontspannen, ook gestrekt houden. Naar de pinkzijde en terug. Naar de pinkzijde bewegen de hand en terug. Nu de duim voor de handpalm houden en dan naar pinkzijde bewegen. En nu de duim in de handpalm en dan naar de pinkzijde bewegen. Volgende peesgelijoefening is door de hand gestrekt te houden. En dan de hand naar de pinkzijde bewegen en iets naar achteren en de duim te strekken. Dus naar de pinkzijde bewegen, naar achteren. En de duim te strekken. Volgende blokje oefeningen zijn rekoefeningen. Rekoefeningen van de strekspier van de duim. Duim
sluiten met de vingers en dan naar de pinkzijde bewegen. Even de uiterste stand aanhouden en terug. Naar de pinkzijde, iets naar achteren, even de uiterste stand aanhouden en weer terug. Rekken van de buikspieren. Buikspieren, duim naar achteren houden helemaal. En terug. Duim naar achteren. Uiterste stand aanhouden. En weer terug. Van de strekspieren, duim helemaal buigen. Met behulp van de andere hand dus. En terug. Buigen. Even de uiterste stand aanhouden. En weer terug. Laatste blokje oefeningen zijn kracht- en stabiliteitsoefeningen. Duim in de neutrale positie houden, dus deze stand. En dan de duim met de andere hand, met de vinger van de andere hand, de positie verstoren. Maar de duim proberen in die positie te houden. Eigenlijk alle kanten op bewegen en de duim daar houden. Hetzelfde doen, de duim in open positie houden, dus naar achteren toe en dan ook weer de duim verstoren. Dus dat je de positie probeert te verstoren, maar je houdt de duim daar. En de duim naar binnen en dan ook weer verstoren. Nu met een elastisch bandje en dan een krachtoefening. Duim tegen het weerstand van het bandje strekken en terug. Tegen de weerstand van het bandje strekken en terug. Buigen en terug. Naar buiten bewegen en terug. Ik heb oefeningen met u doorgenomen voor de duim. Mijn advies is om met de eigen therapeut ook de oefeningen door te nemen. Die geeft dan aan welke oefeningen voor u van belang zijn en met welke intensiteit u ze moet doen. U kunt de oefening ook nog nalezen op de website Fysiotransparant. Ik wens u veel succes met de oefeningen.